Hoi allemaal, welkom bij deze video die helemaal in het teken staat van skyboxes. In deze video gaan wij kijken hoe we onze mooie blauwe lucht kunnen aanpassen naar iets wat iets meer past bij de setting die we willen creëren. In dit geval, als we naar ons lighting tabje gaan, die zit onder Window Rendering Lighting, dan hebben wij in ons Environment tabje een skybox material zitten. De huidige skybox material die in de scene zit, is een zogenaamde procedural skybox. Dat betekent dat Unity een skybox heeft gemaakt die reageert op onze zon. Dat betekent dat als we de zon verplaatsen, de lucht donkerder of lichter wordt aan de hand van deze wiskundige settings. En als wij onze directional light verplaatsen, dan zien we dit natuurlijk in actie. Dat het meer roodzig wordt met zonsondergang en feller wordt met de dag. En we hebben natuurlijk een hele hoop settings in Skybox om het een beetje aan te passen naar onze smaak. Echter, een lucht is vaak niet helemaal strak blauw. En ik kan me voorstellen dat je zegt van ik wil wel koele wolkjes of ik wil het zelfs bewolkt. Of ik wil het nacht hebben. En we kunnen natuurlijk een eigen Skybox maken. Dat is verder niet zo heel moeilijk, waardoor dat de sfeer van de scène meteen echt drastisch kan veranderen. En dat doen we door onze eigen material te maken met zogenaamde cube maps. Cube maps zijn wat ouderwetser, tegenwoordig noemen we dat HDRI's of HDRI maps. Ik heb voor jullie een website die free to use is en zonder accounts, niks whatsoever. Ik zou de link even in de omschrijving zetten. En dat is Polyhaven. En we gaan hier geen textures of dergelijke voor gebruiken of models voor ons project. Het ons gaat om de HDRI's. En hier links staan allemaal specifieke categorieën. Het kan indoor zijn, het kan outdoor zijn, het kan 's nachts, het kan overdag zijn, whatever. Er zijn een hele hoop mensen die deze maken. En het coole is, als ik even ga scrollen, laten we deze even als voorbeeld gebruiken. Nee, die andere die wolkjes, die is leuker. Wat dit is, is dit is met een 360 graden camera. Heeft iemand een foto gemaakt ergens op deze berg. En in plaats van maar één foto te maken, hebben ze meerdere foto's gemaakt op verschillende belichtingsstanden op de camera. En dat betekent dus dat de camera een aantal foto's heeft die bij elkaar zijn gezet. Zodat wij een soort van indicatie hebben van hoe fel de belichting is. En het coole is dat Unity die data kan uitlezen en dat kan toepassen op je scène. En dan wordt alles meteen een stuk realistischer en komt er allemaal wat meer bij elkaar. En dat zijn ook wel de dingetjes die helpen voor reflecties en dergelijke en alles net even een tandje realistischer maken. In ons geval is de belichting bijzaak op dit moment nog, maar vooral de lucht wordt dadelijk zoals in het plaatje. Dat betekent ook dus dat je er eentje zelf zou kunnen tekenen. Maar je ziet wel al dat het hier aan de onderkant gestretched is en aan de bovenkant gestretched is. Omdat het dus eigenlijk een foto is die 360 is en dan helemaal plat getrokken is voor de sake van dit plaatje. Dus je kan hier lekker op deze website browsen. En je ziet hier onder al de bolletjes al een soort van indicatie van hoe de belichting kan werken op een sfeer. En mensen die hem bijvoorbeeld gebruikt hebben in een render of iets dergelijks. Maar wij kunnen hierboven gewoon op download klikken. En hij downloadt dan een 4K, in dit geval EXR file. En als we die files hebben, dan staan ze op je computer. Die kunnen we gewoon in Unity slepen in je asset folder. Ik heb een foldertje HDRI's gemaakt. Ik heb er al twee helemaal gefixt. En ik heb hier er nog een derde over. Dus ik heb hier de HDRI. En je ziet net als bij PNG'tjes met transparantie, zie je dus in plaats van een A'tje, zie je hier een plus en een minnetje staan. Omdat Unity dit herkent. Dat betekent dat ik de brightness omhoog en omlaag kan trekken. En dan zie je dus als ik hem naar beneden trek, je veel meer van de wolken ziet. En als ik hem omhoog trek, dat vooral eerst de lucht uitblaast en vervolgens pas het terrain opblaast. Dus dat is de belichtingsdata die dit plaatje eigenlijk bij zich heeft. Dus al die brightness values. En wat wij gaan doen is dus een skybox maken aan de hand van dit plaatje. Nou, het enige wat wij verder met dit plaatje moeten doen is tegen Unity zeggen van oké, het is geen 2D plaatje. Wij gaan hem gebruiken als een cube map. De
Dus hier staat nu op 2D. En die zetten we op Cube. De rest kun je allemaal laten staan. En we drukken op Apply. Dan gaat Unity even nadenken. Maar we gaan zo zien wat het resultaat daarvan is. Unity heeft er een bal van gemaakt. Als ik dit even omhoog sleep. Is hij heeft het plaatje aan elkaar gestitcht. En als ik hier mijn linkermuisknop klik en rondkijk. Dan krijg je best wel trippy effecten. Maar stel je voor dat je zo op de grond staat. Dan kun je dus helemaal om je heen kijken. En links en rechts sluiten aan elkaar aan. Dus dit is fantastisch voor een skybox. Want in principe is hij zo dus al een skybox. Cool. Dus dit is gefixt. Dan gaan we terug naar ons lightning tabje. En we hebben hier natuurlijk een skybox material. Maar hè, die gaan we vervangen. Dus ik maak even een create een nieuwe material. Plup. Noemen we skybox. Plup. En die sleep ik alvast hierop. Nou, alles wordt zwart. En dat is logisch. Want ik heb natuurlijk nog niet tegen de material gezegd van, hey, luister, je bent de skybox. Dus dat gaan we even fixen. Hierboven staat nu Universal Render Pipeline. En we kunnen klikken en dan veranderen naar skybox. Cubemap. Plup. Nou, dan snapt Unity al meer wat we ermee gaan doen. En wat we dus nu kunnen doen is zeggen, oké, ik heb deze cubemap. Plop. En die gooien we erop. En je ziet dus nu wel in de verte, zie je dus de heuvels ook al zitten. Dus hou daar wel rekening mee als je dus een cube map gaat gebruiken, zoals dit. Dat je ervoor zorgt dat je op de grond eigenlijk dus niet per se die foto ziet. Want dat is natuurlijk wel een beetje raar. Het gaat ons vooral om de lucht. Op dit moment is de exposure is best wel hoog voor een cloud ID. Je zag al dat de lucht helemaal blown out was. Dus ik trek hem ietsjes naar beneden. Wat we ook kunnen doen is de kleur veranderen. Van licht naar zwart. Maar over het algemeen wil je hem eigenlijk wel op grijs laten staan. Dus ik zet de exposure op 0.65 in dit geval. Dan vind ik de overcast wel mooi. En ik kan eventueel het plaatje ronddraaien. Als ik bijvoorbeeld een bepaald uitzicht ergens anders wil hebben. Dus in dit geval, ik wil die bomen allemaal niet zien. Dan trek ik weg tot achter de bergen. En in mijn geval nu... is het verre aanzicht zijn de heuvels van het plaatje. Nou, daar kom ik eigenlijk wel mee weg. Dat als ik hier op de grond loop en je ziet die heuvels achter de dingen uit, dan is dat best oké. Okay. Hou er rekening mee dat de fog, die je hier dus nog op mijn bomen ziet, dat die dus niet projecteert op de skybox. Dus dat je daar echt misschien uit moet zetten als je dingen gebruikt. Dus ik ga even terug naar de lighting tab. Ik zet de fork uit en dan valt het al veel minder op. Het enigste issue die we nu nog hebben is dat onze directional light natuurlijk niet overeenkomt. En dat onze scène aan zich nog een beetje licht is. Dus laat mij de intensity even terug op 1 zetten. En ik zet de directional light dus even uit. Zo, dus nu zonder belichting van onszelf. De kleur, de tint van de omgeving komt best overeen met... het plaatje van de skybox. Dus ik kan hier nog iets spelen met de ambient lighting, zoals we in de vorige video hebben gedaan, om ervoor te zorgen dat het licht genoeg is. En het enige wat me nu dus ontbreekt, is wat gaan we te doen met die directional light. Laten we hem eens weer aanzetten. Ik draai hem even een stukje meer van boven. En ik ga de kleur aanpassen door hem te colorpicken vanuit de lucht. Dus we hebben best wel grijze belichting. En wat ik ga doen is ik zet hem een heel stuk lager. De enige reden waar ik hem nu aan heb staan is dat we een klein beetje definitie krijgen op de bomen. En nu lijkt het wel overcast. Nou is dit misschien voor een sprookjesbos niet het gewenste resultaat. Maar je ziet wel dat het je echt helpt met de kleuren al goed te krijgen voor een overcast belichting. Nou, ik heb nog twee andere plaatjes gedaan hoor. Eentje met een volle daglicht. Dus laten we die er even opslepen. Bloep. En je ziet meteen het verschil. Dus als ik even Ctrl Z. Hier is het grijs bij de brug. Heel erg universele belichting. En als ik deze erop sleep. Bloep, zie je meteen ook dat de schaduwen blauw worden. Want deze skybox is een strak blauwe lucht met een paar wolkjes. Dus je ziet ook hier dat in deze skybox zit al één zon in. Dus als we nu onze directional light pakken. Ik zet hem weer aan. Dan moet ik even ervoor zorgen dat die een soort van matcht met de zon in de skybox. Qua
direction. Ik kan ook hier weer color picken. Dus dat ongeveer. Ik kan hem lekker fel zetten. Maar dit vind ik wel een beetje heel extreem. Plup. En nu zie je dus ook dat het best wel coole belichting is. Lijkt wel ergens op de Noordpool of zo. En het sluit wel aan bij de lucht die we hebben. Je ziet nu ook gewoon die belichting op het kasteel. Is een stuk feller. Het lijkt bijna alsof er een ledlamp aan staat. Maar zo kun je dus zien hoeveel invloed dus een HDRI map heeft. Zorg er dus altijd voor dat je je lampen aanpast. Nou, dan laten we de derde ook nog maar even gebruiken. Ploep. Deze is wat meer de zonsondergang. Dus laat ik hem even roteren zo. Oké, okay. Is wel een mooie angle. Ik ga de exposure even tweaken dat hij iets lager is. Dat we meer contrast krijgen. En dan pakken we nu lekker de directional light. En gaan we die uitlijnen met de zon. Een stuk lager. En dan gaan we ook weer color picken. Met die mooie rode gloed hier. Ik wil hem eigenlijk iets meer oranje. Ploep. En dan zetten we de intensity daarvan ook wat lager. En dan zie je dus dat dat nu ook wel weer een heel stuk beter aansluit bij de skybox. Dus ook nu met de wolk in de lucht komt best wel accuraat over met de belichting. En nu bij het kasteel zie je dus ook dat het wat minder blauw is. En wat meer ook de rode belichting doorkomt in de bounce lights. Om dit helemaal aan elkaar te knopen moeten we eigenlijk de belichting gaan baken. En nog wat andere dingetjes fixen. Dat doe ik in de volgende losse video. Dus vooral voor de skybox, als je bepaalde soorten belichting wil hebben. Check of je een leuke map kan vinden. Die past binnen je setting. En kijk of je de belichting zo kan matchen dat het lijkt alsof het plaatje in de achtergrond matcht met je eigen gemaakte level. En dan heb je meteen al een goed preset voor de belichting. Maar je ontkomt er niet aan om toch met je directional light te spelen totdat je het gewenste resultaat hebt. Dit werkt natuurlijk ook in combinatie met de nachtbelichting van de vorige video. Dus ga vooral spelen met de belichting en de plaatjes en kijk welk resultaat en sfeer je kan behalen. En dan zie ik jullie voor de afronding in de volgende video.